Shadi en haar man komen uit Iran. Ze hebben een 5-jarige zoon en een 2 maanden oude dochter, vragen asiel aan en wonen in een appartement in Kastrop-Rauxel. Soms woont Shadi met de baby in het vrouwenopvangcentrum. Tegen de echtgenoot worden 2 procedures aangespannen. Shadi wil scheiden. Op 12 november 2016 ontmoeten de 2 elkaar voor een gesprek in het huis van een vriend in Dortmund. Vermoedelijk met als gevolg dat de echtgenoot het niet accepteert. Als de 2 teruggaan naar het station met de kinderwagen, steekt de man zijn vrouw neer op de openbare straat. Getuigen proberen hem te stoppen. Shadi sterft in het ziekenhuis. Een paar uur later wordt de dader gearresteerd. De baby wordt in een pleeggezin geplaatst. De rechtszaak begint in april 2017 bij de Arrondissementsrechtbank van Dortmund. In juli wordt Misim veroordeeld tot 11 jaar en 6 maanden gevangenisstraf wegens doodslag.